Ja, ben ik. Hoe belangrijk zijn deze velden voor de jeugd? Ja, voor die man die techniek heeft, hè. Voor de techniek heeft hij gedeveloppeerd. Heel belangrijk, zo'n veld. Maar ik heb er geen techniek, dus ik mag niet binnen. Hoe heb je zelf vroeger gespeeld? Wat? Hoe heb je zelf vroeger gespeeld? Op straat of groot? Ja, op de straat, hè. Met andere kleins. En daarna, vanaf 9 jaar heb ik bij een club gespeeld. Maar dat begint altijd op de straat. Hè. Als je plezier hebt, ja, dat komt de club. Hè. Wat is het echt, echte voordeel van straatvoetbal? Echt? Ja, voordat je voetbal gewoon met plezier spelen. Het begin met plezier en daarna komen de serieuze dingen. Het begin is altijd plezier, alleen plezier en daarna moet je serieuze doen. En werken doen. En als je werken doet, ja, kom je beter. En dan kan je misschien een carrière, als je geluk hebt. Oké, dankjewel. Hoe belangrijk zijn deze veldjes voor de jeugd? Hoe belangrijk zijn deze veldjes en deze kooien voor de jeugd? Ja, belangrijk voor alles. Voor de profvoetballer. Een beetje plezier hebben. Ik denk dat het belangrijk is voor de jeugd. Hoe heb je zelf vroeger, hoe ben je begonnen? Ben je ook op straat begonnen? Ja, ook in Brussel, ook veel deze plaats. Ook veel in Brussel. Veel jonge mensen spelen. Daarom ik heb een goede techniek, dat is op de straat, ik heb geleerd. Hoe belangrijk is plezier hier in zo'n kooi? Echt plezier met vrienden en zo, en dan, dat is echt mooi. Oké, dan. Zo, hier ook. Zo. Hey, een jasje weg. Ja. 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 Maak het zelf. Dank je wel. Alsjeblieft. Morten, how important are these courts for the kids? Yeah, I think it's very important. It's always good for the kids that they have something to do. And you see, it's a nice court. They can come here and play every time they want. So of course, it's important for the development of their skills. How important is the fun factor? Of course, it's very important. When they're kids as well, of course, I think that's the most important thing. Of course, when you grow up and you're maybe 14, 15, 16, then it gets more serious. But in the beginning, it's always the fun factor. How did you start? Yeah, on the streets, on the grass, you get opportunity to play
courts like this? No, we never had the opportunity to play like that. We had like, it was on the grass, it was out in the mud always. It was every day after school, and that's the way it starts. But that was fun as well. But I think you can have even more fun here. And your mom is happy that you don't come home with mud all over your clothes. Did you play in the cage today? Yeah, we played there. No, I haven't played there yet. Are you going to? Maybe I'll try to do it. But he's doing very well there, I can see. Yeah, he's been there the whole time, so... Davy, hoe belangrijk zijn deze velden voor de jeugd? Nou ja, ik denk dat het wel een mooi initiatief is voor de jeugd dat ze hier kunnen komen voetballen. En het is gewoon fantastisch voor hun, denk ik. En er zitten ook heel veel kinderen zijn hier en het is gewoon leuk met hun voetballen. Dus het is super voor hun. Hoe ben je zelf begonnen? Nou, ik ben eigenlijk heel snel begonnen. Met 5 jaar al ben ik bij Club Brugge. Ik ben de voetballer, ook een voetbalschooltje. En ik ben nooit meer weg geweest daar. Meteen gras, niet op straat gevoetbald? Nee, gelijk op het gras. Is dat te merken aan de techniek? Nou ja, misschien wel. Ik denk als je gelijk een goede opleiding hebt bij een grote club, dat je gelijk een goede basis hebt voor je verdere carrière, zou ik maar zeggen. En, hoe belangrijk is het plezierelement in dit soort velden? Nou, hier wel denk ik. Ik denk dat de kinderen hier lekker spelen als naar school of zo, even hier kunnen komen voetballen met z'n allen. En, ik denk dat het alleen maar goed is voor heel Kerkrade, voor iedereen hier in de buurt, voor alle kinderen. En, de ouders weten ook dat de kinderen op een goede plek dan zijn, zou ik zeggen. Dus het is alleen maar mooi. Nee? Had u een slokjes? Wat heb je vandaag allemaal gedaan? Wat heb je allemaal gedaan vandaag? Gewoon, ik ben gewoon gaan springen. Heb je gevoetbald? Wat dan? Springkussen? Hoe kom je aan die mooie ballon? Mijn vrouw heeft dat gemaakt. Ik kan alles maken. Ook een bal. Yeah.